Hola, hola chicas. We gaan vandaag deze nagel doen. Het is een korte coffin nail met een getekende French en glitter gel. We gaan een manicure doen en we beginnen met de nagelriem los te maken van de nagelplat. Dit is een fijne pusher van Stallax. Daarna ga ik de nagel inkorten, want ik ga verlengen met schablonen. En het is belangrijk dat de nagel heel kort is als je met schablonen gaat werken. Dus de vrije boord, de vrije rand moet volledig afgeveld worden. Dit is de Flame Road. Het is een fijne frisbietje. En met deze kan je onder de nagelriemen werken. En alle dode cellen van op de nagelplaat verwijderen. Dit is ook heel belangrijk voor de hechting en voor een mooie afwerking. Dus neem je tijd om deze stap heel goed te doen. Je kan op de huid werken en op de natuurlijke nagel, maar heel voorzichtig zonder te veel druk te zetten op je vrees. Dit is de felling tang dat ik meestal gebruik. Dat is een 20-8. En we kunnen de losse velletjes knippen met deze. Heel voorzichtig, niet te diep, gewoon wat er los zit. Voilà. Daarna met het paarse borsteltje kan je alle stofjes verwijderen. En dan zijn we helemaal klaar om het schabloon te plaatsen. Deze schablonen van Ugly Duckling zijn heel sterk, dus dit stickertje mag hier blijven plakken, dus die heb je echt niet nodig. Ik heb mijn schabloon al voorbereid, ingeknipt en ik ga hem plaatsen. Het is natuurlijk een beetje moeilijk bij mezelf, maar als jullie zien past het perfect. Je kan het zelf met één hand plaatsen. Hieronder toe doen. Ik ga de zijkant direct laten zien. De schabloon is geplaatst en we kunnen met de producten beginnen. De eerste stap is de prep. Dit is een ontvetter, ontvochter. Droogt met de lucht op. De volgende stap is de primer. De primer bekomt een betere hechting tussen de natuurlijke nagel en de gel. Je brengt heel weinig product aan. Enkel op de natuurlijke nagel. En heel voorzichtig dat je de huid niet aanraakt. Droogt ook met de lucht op. De primer is droog, dus we kunnen een laagje builderbase aanbrengen. Deze stap is heel belangrijk. Probeer zo strak mogelijk en dun mogelijk te werken. Oké, we gaan nu onze glitter gel maken. Dit is de sculpting gel Fufu Pink van Ugly Duckling. En ik ga hem mengen met de Fairy Dust, Alina's Fairy Dust van Urban Nails. Dit zijn hele fijne glitters met een gouden schijn en bevat een beetje acrylpoeder. Voor zo'n potje van 15 ml doe ik ongeveer 6 of 7 lepeltjes van de glitters. En daarna gaan we roeren. Alles heel goed mengen. En het is misschien beter dat jullie het product voorbereiden een dag voordien. Zo heb je geen luchtbelletjes op het moment dat je hem gaat gebruiken. Jullie zien daar de glitters, die zijn echt super mooi. Ze blinken echt super mooi. Oké, we zijn klaar. We gaan de verlenging doen. Dit is een korte coffin shape. Ik werk met mijn gelpenseel, oval, en ik ga dan uitharden en ik heb het schabloon verwijderd, want het is een beetje moeilijk om op te bouwen bij mezelf met dat schabloontje. Oké, we gaan opbouwen. Als jullie zien, egaliseert deze gel echt super goed, meisjes. Het loopt echt niet uit. We gaan zo beetje per beetje naar beneden. Ik zie hier een luchtbelletje. Dat het ontploffen is weg en ik blijf opbouwen. Jullie zien de glitters daar. Daarna kunnen jullie nog de hand omdraaien en uitharden voor 1 minuutje.
en dan kunnen wij beginnen met veilen. Als jullie het product goed aanbrengen, gaan jullie heel weinig moeten veilen. Dat is enkel de vrije bord. Ik werk met een veil medium. En we veilen alles heel mooi recht. Ik vind dat de nagel aan deze kant een klein beetje dik was, dus ik veil een klein beetje aan de zijkant. Maar aan de nagelriemen veil ik bijna nooit zo. Als jullie klaar zijn met veilen, kunnen jullie erover met de buffer. Dit is de coarse buffer. Stofjes verwijderen. En daarna gaan we beginnen met de French. Ik ga een laagje matte topcoat aanbrengen voordat ik de French teken. Waarom? Zo is mijn nagel helemaal glad, zeg maar. En ik heb geen krassen meer van de vel of van de buffer. En zo komt de smile line heel mooi strak. Ik ga de smile line maken met gel color wit en de detailer 2. Ik begin aan de rechterkant en met heel weinig kleur teken ik de smile line en dan doe ik gelijk aan de andere kant. De linkerkant vind ik persoonlijk veel moeilijker dan de rechterkant. Als je vindt dat je lijn goed is, dan kan je beginnen met inkleuren. Dus ik neem een beetje meer kleur en ik probeer binnen de lijntjes te blijven. Jullie gaan zien dat deze kleur geen streepjes laat. Dus de French komt echt perfect, even, zonder streepjes, zonder niks. Je kan ook met een dikker penseel werken als je wilt. Ik werk heel graag met dit penseeltje, dit fijn penseeltje. Dus ik doe eerst één kant en daarna de andere kant. Ga ik mijn vinger omdraaien, draaien en werken aan de andere kant. Natuurlijk, bij een klant is dit veel makkelijker te doen dan bij jezelf. Hier zien jullie de nagel van de zijkant. En jullie kunnen zien dat er geen lijntjes blijven. Alle kleine lijntjes verdwijnen gewoon direct, want de kleur egaliseert heel goed. Pas op met het hoekje. En ik denk dat we klaar zijn. Controleer altijd de nagel van de kant van de klant voor de symmetrie. Daarna gaan we een laagje no wipe topcoat aanbrengen. Deze topcoat blinkt heel mooi. Kijk de glitters, meisjes. Jullie zien daar alle glittertjes. Ik vind deze combinatie echt heel mooi. Maar jullie kunnen ook andere combinaties maken met andere kleuren. Oké, uitharden, meisjes. En dan een beetje nagelriemolie. We gaan de huid masseren. En als jullie weten, als wij nagelriemolie gebruiken, wordt de nagel dof. Maar we hebben nu deze Magic Wipes. En ze zijn echt magic, meisjes. Jullie gaan zien. Dus na de olie kan je deze gebruiken. En de restjes van olie verwijderen. En jullie gaan zien dat de nagel zo mooi terug blinkt. Kijk maar. Dus geen miserie meer met de olie en de foto's, want de nagel is perfect gehydrateerd en de nagel blinkt super, super mooi. En zo'n zakje van Magic Wipes kost €7,95 en je hebt 5 doekjes. Oké, meisjes, dit was een beetje alles wat ik aan jullie wilde laten zien. Ik zie jullie de volgende keer en bye bye, bye bye, bye bye.